Welkom terug iedereen bij het CAMG-congres 2021. Het is me een groot plezier om aan te kondigen professor Lex Bouter. Hij is hoogleraar methodologie en integriteit aan het Amsterdam UMC en volgens mij ook aan de VU. Ja, en hij is rector geweest van de VU van 2006 tot 2013. Een mooi feit uh, vond ik op je LinkedIn uh, Lex, dat, uh, dat je 77 promovendi hebt begeleid, Minst toen je dat schreef. En dat 17 daarvan hoogleraar zijn geworden. Dat is toch een uh, geweldig ja. wapenfeit. En toen hij zich verdiept in het thema van zijn nieuwe leeropdracht, toen viel hem op dat er eigenlijk vooral op dat er zo ontzettend weinig is gepubliceerd over wetenschappelijke integriteit. Dus uh, in de COVID-periode, die biedt daar weer hele nieuwe uitdagingen en, en, en openingen voor onderzoek. Hoe kunnen we als wetenschapper bijdragen en hoe doen we dat op de goede manier? Ik geef heel graag jou het woord, Lex. Dank je wel. Uh, ja, dames en heren, het is me een eer en een genoegen om hier te staan. Uh, maar ik ben ook weer zo'n stuurman aan wal, dat wil ik er wel bij zeggen. Uh, ik sta niet met mijn voeten in de modder. Uh, ik sta in de wetenschap en, en niet eens in de virologie. Uh, ik ben slechts een eenvoudig epidemioloog. En het, wat mij het meeste opgevallen is de afgelopen maanden. is dat heel Nederland dat woord nu opeens kan uitspreken. Dat was vroeger een groot probleem. Waar ik het over wil hebben, is het snijvlak van. Wat er nu gebeurt met de COVID-pandemie en wetenschap onder druk. En met name wat doet dat met de wetenschappelijke integriteit? Uh, de tijdsdruk is hoog, de belangen zijn veel groter. Uh, en ik zou betogen dat vooral transparantie dan belangrijk is. Dat is het altijd al, maar dat wordt nu veel belangrijker en dat is heel duidelijk geworden. Dus open science has the future. Dat, dat is belangrijk. Uh, en ik kan het niet laten om ook een paar lessen te trekken over de pandemie. In combinatie met de wetenschap, ook een beetje beleid. Uh, maar dat is natuurlijk die stuurman aan wal. Dus dat moeten we er wel eventjes bij bedenken. Ik wil graag twee mensen bedanken die me erg geholpen hebben: uh, Trisha Greenhall uit Oxford. Die heeft in het najaar een prachtige lezing gehouden waar ik een paar dingen uit zal gebruiken. En Gauri Gopalakrishna uh, is momenteel mijn postdoc. Maar ze begon haar carrière in Singapore. Als degene die daar de SARS-epidemie heeft bestreden. Uh, en ze zit dus nu ook in dat fameuze red team. En ze heeft er echt zelfverstand van. Vind ik. Uh, ik sla deze dia over. Dat moet natuurlijk niet. Uh, ik heb groot respect voor alle mensen die wel in de modder staan. Uh, de mensen die testen afnemen. De artsen die erbij betrokken zijn, alle mensen op ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen. En ook voor de beleidsmakers, want het is niet makkelijk. Dus met dat respect in het achterhoofd wil ik toch kritisch zijn. Want we doen het echt niet goed met elkaar. Uh, ik heb hier op deze dia twee voorbeelden staan. Uh, we, we hebben net Bulgarije verslagen met het vaccinatietempo. Nou, dat is misschien niet zo leuk voor Bulgarije, maar dat is niet iets waar wij trots op moeten zijn, denk ik. En er is een mooie index gemaakt van hoe landen het doen in de COVID-epidemie. En daar staan we notabene op nummer 75, net voor Libië. Ook geen prestatie waar ik trots op ben. Dus laat ik het voorzichtig zeggen, er is ruimte voor verbetering. En bij die verbetering kunnen wetenschappers misschien een rol spelen. En dit mooie boek heb ik uit die lezing van Tricia gehaald. Um, daar had ik nooit van gehoord nog, maar ik heb het nu wel gelezen. Er zijn vier manieren waarop wetenschappers met politiek en policymakers kunnen interacteren. Vanuit je voren toren, zo van laat mij met rust, ik maak kennis. Je kan het doen als expert die vragen beantwoord. Dat is eerlijk gezegd de manier waarop ik dat zelf meestal doe. Je kan activistisch worden. Dan kies je een policy option en dan ga je daar de wetenschappelijke argumenten op stapelen. En je vergeet de rest een beetje vaak. En je kan dat doen wat zij noemt een honest broker. En dat is een kennismakelaar die de verschillende policy options bespreekt en verkent. en kijkt welke de beste is op grond van wetenschappelijke kennis. Wat wij gezien hebben, is dat tijdschriften harder kunnen werken en ook reviewers harder kunnen werken. Voor die COVID-stukken duurt het geen vier maanden meer voordat de peer review is gedaan, maar het duurt nog maar twee maanden. Uh, en dat gaat niet ten koste van de artikelen die niet over COVID gaan, dat is nog steeds vier maanden. Dus het tempo is opgehoogd. En wat we ook gezien hebben, dat is een enorme vlucht aan uh, wat tegenwoordig preprints wordt genoemd, dat is eigenlijk doe het zelfpublicatie. publicatie. Je zet gewoon je wetenschappelijke tekst op een website, een preprint server. En wat er dan gebeurt, is dat de hele wereld het kan lezen en iedereen de commentaar op kan geven. En dat gebeurt ook. Dus publicatie op hetzelfde moment. Niet wachten, geen peer review. Dat heeft natuurlijk de aandelen. De grootste, die staan hieronder in beeld en je ziet daar rechts een plaatje wat aangeeft dat op die preprint service, die al een tijdje bestonden, maar niet vreselijk populair waren nog in klinische geneeskunde en de rest van de biomedisch, biomedische wetenschappen, dat het een enorme vlucht heeft genomen. Hier zijn ze, er zijn er 65, nou misschien nog een paar meer. En, en by the way, onder het beeld, in de PDF die op de website van de vereniging komt, die alle deelnemers kunnen... Kunnen bekijken, uh, staan alle referenties. Dus dan vindt u ook links en artikelen en boeken en YouTube-video's en wat heb je. De belangrijkste preprint-services staan hier zo'n beetje op. aantal daarvan heb ik zelf gebruikt. Ze werken allemaal even goed of even slecht, moet ik zeggen. Dit is uh, een dia die aangeeft dat het ook wel eens misgaat. Uh, u heeft allemaal van hydro hydroxychloroquine gehoord waarschijnlijk. Er was een Franse arts die er erg enthousiast over was op grond van een ongecontroleerde studie bij 24 patiënten. Hij vond in een voormalige president van de Verenigde Staten een enorme fan die dat ook vond. En dat heeft tot een hoop gesodemieten geleid, als ik het zo mag zeggen. En er zijn ook artikelen op gesneuveld, niet alleen op die preprint servers. Ja, daar is het ook gebeurd, maar ook in respectabele medische bladen zoals de Lancet en de New England Journal. En dat was pijnlijk. Dat was heel pijnlijk, want die artikelen in de Lancet en de New England Journal die moesten nou juist onderbouwen uit evidence dat die Fransman het helemaal bij het verkeerde eind had. Maar toen bleken die data ook niet helemaal te kloppen, dus ze moesten die artikelen worden teruggetrokken. Dus dat gaat van op gedoe. Het gaat soms ook heel goed hoor. Dat staat op de volgende slide. Uh, dit is de fameuze Santa Clara County Study. Uh, een grote groep waarvan John Ioannidis het meest opvalt. He, die heeft dus ook alle kritiek over hem heen gekregen. Leek aan te tonen dat de seropositiviteit veel hoger was als iedereen dacht onder de bevolking. En dat betekent dat de case fatality rate, he, dus de dodelijkheid van het virus, veel lager is als iedereen dacht. Ja. Als dat dus waar was, dan waren die maatregelen misschien helemaal niet zo hard nodig. Dat is de politieke spin die eraan gegeven werd. En ik moet toegeven, daar heeft John ook een beetje aan meegedaan. Maar wat ik hier, het is allemaal goed gekomen. Binnen twee weken was het artikel herzien. Het politieke gedoe was nog niet afgelopen hoor. Maar de wetenschap was toen op orde. En we hebben gezien dat er binnen die twee weken bijna 600 commentaren werden gegeven. Dus zeg maar ongevraagde peer review. Niet allemaal even goed, maar veel toch wel. Er is een Twitterstorm over ontketend. Uh, en ook op Pubpeer, een van mijn favoriete uh, uh, ja, mild-anarchistische websites, uh, werden ook heel veel uh, commentaren gezet. En dat team heeft het bij elkaar geraapt en een veel betere versie van het stuk geschreven. Uh, genuanceerder met name. Dit zijn twee stukken waar ik zelf bij betrokken was. En dan heb je natuurlijk een conflict of interest. Hè? Ik vind het zelf prachtig, dat begrijpt u. Uh, dat gaat over wat er gebeurt met de research integrity als er zoveel druk op het systeem staat. En het tweede stuk in het LSA-blok, de eerste was in de BM, BMJ Opinion. Het tweede stuk dat gaat erover, van, gaat het wel goed met die pre-pins? Nou, het antwoord is nee, het gaat niet zo goed. Maar het zijn ook vrijwilligersorganisaties... Kan het verbeteren? Ja, het kan verbeteren. Dus we hebben constructieve suggesties gedaan om het beter te maken. En er zijn een hoop preprint servers die met dat soort dingen al wel bezig zijn, gelukkig. Dus het, het gaat echt beter. Het gaat de goede kant op. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan. Uh, ik begin aan de rechterkant van, van deze dia. Uh, dit is van een paar dagen geleden. Uh, in het Cochrane-register bleek dat er ruim. 42.000 studies begonnen zijn. Laten we dat even op zich inwerken. 42.000 studies, dat is echt veel. Um, en daaronder waren ongeveer 2.500 gerandomiseerde studies. He, dat is de top of the bill, dat zijn de beste soorten studies die je doen kan. En het droevige is dat uh, die waren geregistreerd, dus gaande. Er waren er onder 78 uh, gepubliceerd. En het droevige was van die gepubliceerde. Uh, waren er eigenlijk maar zes die niet over geneesmiddelen gingen. Dat is toch wel raar? Want waar hebben we het over in de public health? Waar, waar hebben jullie het over op dit congres? Dat gaat niet over geneesmiddelen primair. Dat gaat over public health measures. Zoals die, 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 die lapjes die, die we voor ons uh, mond doen. Uh, zoals scholen dicht. Zoals afstand houden. Uh, Winkels sluiten. Uh, noem het maar op. Dus er is een grote disbalans. Dat kunnen we beter doen, ook in de wetenschap. Uh, het heeft natuurlijk alles met de financiering van wetenschap te maken. En ook de kwaliteit van die wetenschap is niet optimaal. He, sinds 2009, prachtige stuk van Paul Glasio en Ian Chalmers over de Research Waste, weten we dat het meeste onderzoek wat gedaan wordt eigenlijk niet deugd of op zijn minst suboptimaal sub is. Die preprints kunnen beter, ik heb het al gezegd. Je kan de kwaliteit van studies verbeteren, vaak heel makkelijk. Dat moet je dan ook doen. Het rapporteren van studies schiet vaak tekort. Dat kan ook beter. We hebben allemaal trials gedaan hoe dat moet. Dingen worden vaak dubbel gedaan, met name bij de geneesmiddelen. Na de vijftigste trial naar hetzelfde geneesmiddel, ja, dan weet je het wel. Dan moet je misschien eens wat anders gaan onderzoeken. En die balans waar ik net mee begon, tussen en niet farmacologische en niet-farmacologische interventies. Dat, dat is belangrijk, daar moeten we wat aan doen. En wetenschap, om impact te hebben, en, en dat willen wetenschappers graag, dat wil ik ook graag. Moet je te vertrouwen zijn. En om te vertrouwen zijn, moet je transparant zijn. Ik, ik zou eigenlijk niet weten hoe het anders moet. Dus open methode, open data, open everything. Dat, dat is belangrijk. En dat kan. Dat kan ook echt altijd. Jonge onderzoekers snappen dat onmiddellijk, die snappen ook niet waarom dat we het nooit anders gedaan hebben. Als je wetenschap interpreteert, moet je ook kijken van hoe plausibel is het verhaal. Hoe robuust zijn de data? Als je een beetje anders de boel analyseert, krijg je een hele andere antwoord, of niet? Replicatie, dat is mooi. Als je het een paar keer vindt in onafhankelijke studies. Maar ja, daar hebben we nu geen tijd voor, natuurlijk. <coughs> Sorry. De omvang van de studie is belangrijk. Het 24 ongecontroleerd, dat is natuurlijk wat anders dan een paar duizend gerendomiseerd. Dat heeft ook weer met die kwaliteit te maken. En. Je moet het zeker weten als de consequenties groter zijn. En de consequenties zijn nu enorm op dit moment. Nou, Dit, Daniel Lakens, uh, in, in Nature vorig najaar, prachtig stuk. En zegt van ja, ieder onderzoek, als er zoveel druk op staat, hoort een tegendenkend red team te hebben. En dat woord, dat kent u inmiddels, dat hebben we ook in Nederland, zo'n red team. Een tegendenkend red team. Ook deskundig, net als de OMT. Ook goede mensen die het beste willen, maar die vaak met hele andere gedachten komen. En, en daar ben ik even ingedoken voor mezelf. Van, hoe kan dat nou? Dat, dat, dat red team soms andere dingen zegt. als wat er in het OMT wordt gezegd. Het zijn allemaal experts, maar ze zeggen niet hetzelfde. Dat is die red team. Nou, dit, deze cartoon geeft het misschien wel een beetje weer. Um, uh, nou, ik kom van een voormalig gereformeerde universiteit. Hè. Je hebt daar de rekkelijke en de precieze. De OMT is misschien van de precieze. Die willen het eerst zeker weten en dan wat doen. Het redteam zegt, van, kom op, daar hebben we geen tijd voor. Alle evidence telt, alles mag, uh, aan de slag graag. En dat vind je in die lezing van Tricia Greenough terug. Het OMT zit wat meer aan de kant van de evidence-based medicine, de piramide... Systematic reviews, trials, die zijn geweldig. De rest dat is maar secundair. En als we alleen nog maar secundair gedoe hebben, dan willen we eigenlijk eventjes op onze handen zitten, omdat we het nog niet zeker weten. Het Red team is veel pragmatischer in die zin en dat staat in de public health traditie. Die public health traditie zegt van ja weet je, die trials zijn moeilijk en die zijn er vaak niet en we hebben er meestal geen tijd voor. Dus alle evidence is evidence. Je moet het een beetje op waarde schatten, maar het moet wel meewegen. Je moet ook de theorie erbij betrekken en de narrative, het verhaal. Dat is waar het over gaat. Of dat je het met elkaar, met elkaar kan uitleggen en of het plausibel is. Die balans dus. En dat zie je terug in uh, twee dingen die de wetenschappers erg hebben opgewonden de afgelopen maanden. Je hebt de Great Barrington Declaration en de John Snow Memorandum. <coughs> Het zijn stukken die de wetenschappers onderschrijven, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar dat geeft mooi datzelfde contrast weer. En hier heeft u wat van die niet-gerendomiseerde evidence, die toch eigenlijk heel overtuigend is. U ziet hier links uh, verticaal de, de sterfte, de sterfte aan COVID. En horizontaal de dag sinds de eerste infectie in een bepaald gebied. En onder ziet u een blauw en een beetje bruinig lijntje. En dat is waar ze meteen van die lapjes zijn gaan dragen, gezichtsmaskers, meteen. Vooral Aziatische landen zijn dat natuurlijk, hè, want zo gaat het daar. Uh, en die andere, dat is een enorme bult in de sterfte in landen waar ze daar heel lang mee wachten of waar we het helemaal niet doen. Nou, ik vind dat vrij overduigend. Hè. Het is gecorrigeerd voor alles, dat moet u maar geloven. Uh, het is een behoorlijke goede uh, modellering, uh, maar het gaat maar om de boodschap. En het kan, dit is dus observationeel, niet gerendomiseerd. Het kan nog gekker. Eén gevalsbeschrijving kan ook overtuigend zijn. Er was een koorlid ergens, die we had COVID, die zong uit volle borst. En een paar weken later lag het hele koor ongeveer in het ziekenhuis. Ja, dan hoef ik verder niet, daar hoef ik geen verhaal over te doen. Dan geloof ik het wel, dat je daarmee moet uitkijken. Dus dat soort dingen, dat moet je in die public health benadering ook meewegen. Dat is de boodschap. Nou, het is een veel ingewikkelder plaatje, dat ga ik niet in detail uitleggen. Dat moeten we maar eens bekijken als u het echt leuk vindt thuis. Uh, u ziet hier verticaal dat beroemde R-getal. Eén is neutraal. Eén case zorgt voor één nieuwe case. Uh, Blauw, zo moet ik beginnen. Dat is als je een maatregel neemt. En horizontaal staat het aantal dagen sinds dat je die maatregel neemt. En rood zie je wat er gebeurt als je weer stopt met die maatregel. Nou, de bovenste linksboven is van het sluiten van de scholen. Dat is een hele duidelijke. Als je hem neemt, dan heeft het snel effect en dat blijft. 20% reductie. En als je hem niet neemt, dan heeft het ook snel effect en dan is het een verhoging van, van de R met 20%. En de rest is allemaal iets minder overtuigend. 131 landen. <coughs> Landenvergelijkende studie. En dat hebben ze echt netjes gedaan. Observationeel. Niks aan geëxperimenteerd. Dit vind ik zelf een hele leuke. Dit laat zien dat eigenlijk die gezichtsmaskers op zich voldoende kunnen zijn. Je ziet hier horizontaal hoe goed die maskers zijn. Rechts is beter, links is slechter. Je ziet hier verticaal de therapietrouwen van hoe goed die maskers gedragen worden. Als je briljante maskers hebt en iedereen draagt ze, dan is het reproductiegetal nul. Dat, dit is, dat hebben ze heel netjes uitgerekend. Ook heel veel landen weer bij elkaar gevoegd. Ook weer niet gerandomiseerd. En naarmate de maskers slechter worden en de compliance lager, kom je nergens terecht. En dan kom je in die domeinen van die dra draconische maatregelen waar wij op dit moment mee geconfronteerd worden. We hebben het in die zin ook aan onszelf te danken als bevolking. Sorry. Nou, nu het, het, het glande ijsstukje vooruit. Uh, uh, ik, ik heb er niet voor doorgeleerd en ik sta dus als stuurman aan de wal. Maar ik denk, en daar en is ook een hoop literatuur over, dat staat er ook allemaal weer onder het plaatje, dat het ook misgaat omdat weinig mensen snappen wat een exponentiële functie is. Dan moet je niet kijken naar hoe erg iets is, nee, je moet kijken wat de verdubbelingstijd is. <kijkt> en daar zijn we iedere keer weer opnieuw ingetrouwd. Je moet simpele maatregelen treffen. Je moet dat razendsnel doen op een voorspelbare manier. Opschalen, afschalen op een voorspelbare manier. En die manier, die roadmap, het is fijn als die van tevoren klaar is. Als die, als die er voor je ligt voordat er iets uitbreekt. Nou, dat gaat ook niet helemaal op orde. Transparantie, ook in politiek en in onderzoek, allebei moet het. Je moet consistent zijn en open ook over wat je niet weet. Nou, dat zie je de ene minister en de ene politicus en de ene commissielid wat beter doen dan de andere, mag ik het zo zeggen? Een heldere commandostructuur. Ja, ik ben erg voor decentrale besluitvorming, maar niet onder dit soort omstandigheden. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat moet krachtig worden aangestuurd, geen lange discussies, stevige besluitvorming en ook ja, uitvoerende maatregelen voor zover je dat voor elkaar kan krijgen. Internationaal meer samenwerken. Nou, daar zijn we in Europa uh, geen kampioen in, uh, geloof ik. Uh, en dat zie je ook. Uh, en we zijn ook een beetje arrogant geweest, denk ik. Want er zijn veel landen in het Verre Oosten. die hebben dit al vijf keer meegemaakt. Een beetje anders, maar toch ongeveer hetzelfde. En we leren er geen bal van. Zij wisten het allemaal. Singapore, Taiwan, Korea. ze staan allemaal bovenaan die lijst waar wij op nummer 75 staan. Zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Uh, nou, je moet naar die public health, de economische en ook gedragswetenschappen kijken. En wat ik zelf eigenlijk helemaal niet begrepen heb, je hoort het nog steeds, dat mensen denken dat als je wat minder voor de public health doet, dat het goed is voor de economie. Dat is helemaal niet waar. Als je het goed doet voor de public health, doe je het ook goed voor de economie. Dat, dat is wat we nu eigenlijk wel weten. Er is helemaal geen dilemma. Nou, een positieve toon aan het eind. Die wetenschap is niet volmaakt. We hadden het beter kunnen doen op een aantal punten. Maar we hebben toch wel iets moois gezien dit jaar. Ik had het niet geloofd dat je zo snel een vaccin in elkaar kon knutselen. Dat er zo snel een enorme nieuwe. Sorry, dat is geen COVID hoor, dat is gewoon een, een sprekershoesje. Je moet ervoor zorgen dat je die wetenschap in eer houdt en dat je hem kritisch volgt. En als wetenschapper moet je in het glazen huisje comfortabel voelen, overal transparant over willen zijn en erger nog, je moet je eigen moet je organiseren, die moet je inhuren, dat redteam. We hebben dat echt allemaal nodig, niet alleen de politici, ook de wetenschappers. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u voor de aandacht. Dank Lex. Prachtig verhaal. Heel inspirerend en, en lekker to the point. En ook uh, ja, wel activerend voor ons als public health artsen. Maar dat is een vraag die binnen is gekomen. Um, eigenlijk, hoe moet je het dan doen? Dit public health perspectief meer in onderzoek laten meewegen. Wat voor type trials kun je gebruiken? En hoe zorg je dat ze voor het voetlicht komen en dat ze overtuigend worden, gez, als worden gezien? Nou, het is het, een beetje het antwoord wat Auratima ook al gaf: uh, Je moet het samen doen. He, er, is, er is in Australië een groep die heeft alle evidence die we hebben over gedragsmatige interventies keurig op een website gezet. Uh, dat zijn maar zes trials. Maar dat zijn honderden, vele honderden observationele studies. En die, maken, die gaan ook verder, die maken ook richtlijnen ervan. En ik zeg het het komt uit Australië, maar dat komt omdat de server daar staat. De hele wereld doet er aan mee aan dat soort dingen. Je moet dat samen doen. Dus onder druk, als je een tijdsdruk moet, moet je proberen dat met elkaar te doen. En ja, het Not Invented Here Syndrome, dat moet even in de kast. Ja. He, dus, dus in Taiwan zitten hele slimme wetenschappers hoor. Ik ken er een paar persoonlijk. Daar, daar moet je mee samenwerken, daar moet je naar luisteren. Dus aggregatie en openstaan voor kennis van elders? Absoluut. Absoluut. Ja. En niet denken dat jij de eerste bent, want we zijn ongeveer de laatste die met dit soort dingen geconfronteerd wordt. Ja, wij staan achteraan in de rij en, en daar moeten we eigenlijk van profiteren. Ja, dat, leren uh... van de fouten van je voorgangers, dat ja. is altijd prettig. Ja, dat zou tijd worden. Uh, nog een vraag: hoe zou de financiering van sociaal uh, uh, geneeskundig uh, onderzoek kunnen worden verbeterd of vergemakkelijkt? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Als ik politicus had willen worden, had ik dat wel gedaan. Uh, kijk, het punt is, uh, laat, ik, laat ik het een beetje flauw zeggen, maar ik meen dat wel. Um, er is een oude Chinese gewoonte, ik weet niet eens of het ooit echt zo wijdverspreid uh, is. waarbij dokters betaald als je niet ziek wordt. He, en dat, de boodschap daarvan is dat preventie bovenaan moet staan. Het voorkomen is altijd beter. He, als je eenmaal in zo'n ziekenhuis komt, ja, dan ben je blij dat er daar netjes voor je gezorgd wordt. maar dan is er wel eerst van alles misgegaan. Ja. He, dus preventie is belangrijk. En in de financiering. En je ziet dat ook een beetje. He, dat, maar goed, ik hoor dat al 40 jaar, dat, dat er uh, meer aan preventie besteed moet worden. Maar dat gebeurt ook langzaam maar zeker. Dus nou, we hopen dat er nu wordt doorgepakt na deze wake-up call. En dat dan het onderzoek dat het eigenlijk meekomt. Ja, dat gaat altijd samen. He, ja. de, de praktijk en het onderzoek. En je moet ook vooral onderzoekers bij de praktijk betrekken. En praktici bij het onderzoek betrekken. Ja. He, ik zie dat als een continuum. Zegt de community of practice. Uh, waarbij ja, je... en, en uit de praktijk komen de goede ideeën voor onderzoek. Ja. En kunnen ze je ook als onderzoeker uitleggen. Van, van ja, dat is wel leuk dat je erin geïnteresseerd bent. Maar daar kunnen wij helemaal niks mee. Nou, dan moet je dan naar luisteren. Ja. ja, het klinkt als een heel mooi, mooi vergezicht. Het kan ook wel. Je ziet het ja. ook wel gebeuren in sommige disciplines. Ja. Hè, dat de emancipatie die, die toch echt best spectaculair is in Nederland van de huisartsgeneeskunde, die is op die manier gegaan. Huisartsen zijn op een gegeven moment onderzoekers geworden. Onderzoekers die zijn zich wat meer in die huisartsgeneeskunde gaan verdiepen. Ik heb ook gezien dat sommige onderzoekers, ook die al bijna hoogleraar waren, toch nog even een huisartsbevet haalden om, om erbij te horen. Dus ja, ja het, je hoeft niet allemaal beide te doen, maar je moet wel die Unions moeten ja. maken. En dat nou, geldt voor jullie sector ook, denk ik. Ja, nee, je inderdaad. ziet het ook al wel gebeuren hoor. Maar, maar ja, en, en een indicator als je in tellen gelooft, dat is het aantal gepromoveerde artsen in jullie club. Ja, ja dat, uh, dat zou een hele mooie zijn als we daar een flinke, flinke ja. doorstart in maken. En waar ik zelf ook aan dacht, ik ben zelf nog een opleiding tot artsen, maatschappij en gezondheid. Die opleiding, we, we, we schrijven een publicabel artikel. Ook daar zou je misschien meer nog aan een community forming kunnen doen, meer aan aggregatie, meer aan de internationale blik op, uh, ja, op onderzoek. Ja, dat, dat is altijd het probleem. Hè? Dat in, in, in dit soort onderwijs vind ik, je moet mensen met onderzoek een aanraking brengen, maar je moet niet denken dat je er allemaal onderzoekers van kan maken. Ja. Er worden veel mensen doodongelukkig van, en zoveel onderzoekers heb je ook helemaal niet nodig, maar ze moeten onderzoek kunnen begrijpen. Dus, dus kritisch leren, artikelen interpreteren, met elkaar discussiëren, als een keer een ingezonden brief sturen, als er iets nieuws is gepubliceerd waarvan, waarvan de groep denkt dat het niks voorstelt, ja, daar leer je misschien nog wel meer van, als dat je dan nou zelf een, een deftig artikel probeert ja. te publiceren. Dus ook meer dat smoel geven aan de sociale geneeskunde en, ja, en erop en, uitgaan, je en uitspreken. Snap je dat het kennisintensief is en dat kennis een, een lastig ding is en dat je een beetje moet begrijpen hoe je daarmee moet omgaan. Ja. En kennis is ook duur. hè? Ik, ik hoorde je ook zeggen: van ja, als ik dit nou zie ja, dit verband dan, dan. probeer onwetendheid, dus dat is pas ja, duur. Dat is ook heel duur. Ja, nee, inderdaad. Dat is, maar, of in ieder geval wetenschappelijke kennis. Het, het is zo ongelooflijk. Ik heb zelf ooit een, een subsidie aangevraagd, ik geloof het voor twee ton, en dan kon ik twaalf uur in de week twee jaar lang iets doen. En ja, maar dat komt dat... omdat jullie geen AUS salaris hebben. Hoor. Oh, ja. ik, ik kan er iemand fulltime van aanstellen. aan ja, als dat is het probleem niet. Oké, okay, uh, ja, maar toen viel me op hoe ontzettend duur het is. Ja, en, uh... ja nou goed, maar nogmaals, het, 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 het arbeidskosten zijn natuurlijk belangrijk, maar ja. dat is in, in, in jullie vak ook zo. Ja, neem dan dus misschien in de Zorg uh... ook zo. De arbeidskosten, dat kost geld. Ja. De rest dat zit er een beetje omheen. En daar, maar dat, dat, dat ik zelf dacht toen ik, toen ik jou wilde praten, dat die pragmatische blik en dan denk van nou oké, okay, dit is wel genoeg zo'n case study. Dit hoeven we niet nog tien keer te onderzoeken of het ook in Nederland is en dan misschien ook daar en ook daar. Nee, dat, dat maar de, daar... De, de wortels van de epidemiologie en de public health die zijn natuurlijk samen. Hè? Ik noemde John Snow al. Ja, die, die sloopte de waterleiding in, in Londen ja. en bestreed de cholera, terwijl die geen idee was hoe cholera veroorzaakt werd, maar gewoon door te observeren en door te snappen wat hij daarmee kon, met die, met die onvolmaakte kennis. Ja, even kijken. Ja, de, als er nog via de chat vragen binnenkomen, dan hoor ik ze graag. Maar uh, op zich, wij uh, uh, we hebben natuurlijk ook zo'n uh, geweldig gesprek. Um... Is John Snow inderdaad, en wat je daar... Ik heb mezelf ooit in verdiept, ik ben ook historicus. In die tijd van John Snow... wisten mensen in Londen eigenlijk ook al best... waar je beter geen water kon halen. Er waren echt allerlei publicaties van tevoren. Er waren spotprenten van daar moet je echt niet zijn. En toen kwam John Snow. Dus ook hier was het weer een samenspel. Wisdom of the crowd. Dat gaat vaak helemaal mis hoor. In Noord-Amerika hebben we een paar voorbeelden gezien... in de recente geschiedenis, maar... Soms gaat het ook heel goed en je moet altijd kijken wat er wat in zit. Ja. En ik, de, ja, in Londen. Ik ben geen historicus, maar ik denk dat dat water wat je stroomafwaarts inneemt wel wat meer gestonken zal hebben. Dus ja. dat, misschien dat ze het daarom niet zo lekker vonden. Ja, mensen, nou, ze wisten het echt. Ja. En, en tenminste, als je daarin verdiept, dan is het heel opvallend dat we allemaal denken, Jon Snow kwam en uh, ja. hij, hij lost het op. Maar hij bevestigt eigenlijk meer wat iedereen al wist. Ja, dat, ik, ja. Ik, ik roep ook vaak. Ik, ik geloof niet dat ik ooit een origineel idee gehad heb. En daar ben ik best trots op. Je, je moet je best doen om goede ideeën van andere mensen in een andere context te plaatsen. Ja. Daar ben je al heel knap bezig. Ja, dus als ik jou goed begrijp, dan is het verbinden, openstaan, aggregatie en ja, dus vooral veel samenwerking. En, uh... Ja, en, en nogmaals, we hebben, we hebben veel geleerd uh, ja. het, het afgelopen drie kwart jaar. En in Nederland wat minder als had gekund misschien. Maar ja, we zijn er nog niet vanaf. Dus er zijn nog kansen om een mee ja. bij, bij te trekken. Ja, dat absoluut. Nou, dan wil ik je graag heel hartelijk danken, Lex. Dag. Dankjewel voor deze mooie bijdrage. Hm, daar het trapje. Ja, daar ben ik